september een nieuwe badjas en het is zo chill. De zachtste badjas ooit. Ik denk dat ik erin ga. Nou, trouwen. Ik ga niet trouwen, maar je snapt wat ik bedoel. Het is echt zo chill. Ik heb een nieuwe look bedacht. Ik zou eigenlijk gaan slapen. Maar toen dacht ik opeens, waarom gaat niet mijn Gucci hoofd, noem je dat? Nou, dit dus. Samen doen met mijn blanket. Dekentje. Ik vind het best wel een goede look eigenlijk. Oké, misschien is het idee dat ik jullie laat zien hoe mijn huis eruit ziet. Het is nog niet helemaal af. Maar so far, so good. Oké, we beginnen met de bedroom. Favorite place, of course. Dit bed is echt zo chill. Het is van Swiss Sense. Het is echt perfection gewoon. Ik ben Hello Kitty fan, zoals jullie weten. En Gucci ook natuurlijk. Hier een foto. Het is een kat van mijn oma. Die heb ik altijd hier naast mijn bed staan. Dit is mijn keuken. Ik ben er best blij mee. In het begin dacht ik, nee, de keukenplaat is lelijk. Het is lelijk. Maar weet je, whatever. Ik ben er op zich wel oké mee. En het beste van alles is dit. Ik bedoel, die kleur is toch cute. Mijn planten. En mijn eettafel. Met maar twee stoelen. De rest komt nog, maar we moeten nog even op wachten. Oh, en een mededeling. Dit ding is niet echt heel slim om te kopen. Twee sassen ook al. Het is best wel duur. En het is best wel een leuk idee. Alleen heeft mij één, deze, heeft laatst al een keer helemaal in vlammen gestaan. Ik hoor dus een tip. De tip is dat je het lontje een stukje af moet knippen. Dat helpt. Want het vlammetje kan soms te hoog gaan. Die gaat dan hier tegenaan of zoiets. Maar nee. Ik ben dus echt een fan van planten. Favorite thing of all. Mijn Fornacetti borden. Ik vind het zo vet. Dit is mijn inloopkast. Het is een beetje een bende. Het is het enige plek waar ik voor mezelf bende mag hebben. Er zit echt veel. Onder andere gitaarbox. Van de Realton Heukels. Heb ik laatst opgehaald uit mijn oude huis. Stond er al 2 jaar. En hier echt enorm veel kleren. Dit is een van mijn favorite jackets. Hij is van Kai. Nu ga ik dus never teruggeven. Sorry, not sorry. Nog een klein detail aan mijn huis dat ik vergeten ben te vertellen. Laat zien. Eigenlijk een van mijn favorites. Is dit. Koen en ik. Bij de glamour. Oké, I made it to Rome. Kijk die kamer dan. Heftig. Dit is mijn vlog weer. Ik ben nu in Rome. Stay tuned for my next adventures in January.